Thank you.
when you spoke to accept that comments upon meaning of your over what you are saying against the rest of country. So people have said that computer it's not even on it for it. Because I think you have to consider the festival relatives of issues that we have. Those seem even be too vulnerable to this bit so scenic and insane. What can I say that the football commentators and the heel of the producer of characters and hair just feel what scenic and what top 10 wins? Instead of that we're talking about a sort of scenic and that maybe not today, we want to turn off our meaning of skiller, then we can also himself thinking, also we want also experimenting to the turn of one that is on that scene of life, what scenic and to us. Thank you.
spelen. Dus ik zou verheffen tot de rang van de meest belangrijke onderwerpen van mensen kennis. Dat schrijf ik eigenlijk in 2014 en dan ben ik waar ik zo meteen op zal terugkomen. En dus wat het samen waarschijnlijk is rekenen is inderdaad in de context van kunnen spelen. Maar dat is wel iets opmerkelijk. Niet alleen dat het vanuit die bron zo belangrijk is geworden, maar wat ook opmerkelijk is, is dat het waarschijnlijk iets rekenen toegelaten ontwikkeld is. Ik bedoel, technieken hadden meetkunde, er werd al lang gerekend, maar waarschijnlijk iets rekenen is pas in de 17e eeuw opgestart. Waarschijnlijk is rekening een tak van de wiskunde. Als we in onze mooie Nederlandse termen die teruggaan met wiskunst. Als we daar in het grote dan zien we dat verwijst naar wiskunde. Dat gaat over zeker weten. Het gaat niet over waarschijnlijk. Dat lijkt er een contrast mee te voelen. Bovendien, in de aristotelische traditie werd wiskunde geassocieerd met het bovenaanzetten. Die van die en een regelmatige wiskundige beschrijvers. Twee op aarde allemaal aan de hand is, daar staan menselijk genoeg met wiskunde beschrijven. Dat was eigenlijk iets dat ik zonder te gedachten had van wat wiskunde is. Dus vanuit die context is het misschien beter te begrijpen dat het zo lang geduurd heeft dat men dacht dat toevallige processen überhaupt wiskunde te beschrijven zouden zijn. Hoe is het dan wel ontstaan? Er zijn uiteraard altijd voorlopers te vormen, maar meestal wordt het begin gelegd in de 17e eeuw met de briefwisseling tussen Pascal en Fermat. En zij kreeg eigenlijk een vraag in, van een edelman in de toenmalige salons frequenteren. Die had twee vragen, maar één vraag ging over wat moeten we eigenlijk doen met het inzet van een gokspel? Wanneer dat spel vroegtijdig wordt afgelopen. Dat is een eerlijke manier om de inzet tussen de twee spelers te verdelen. Ja, wat je zou kunnen denken is dat die inzet verdeeld moet worden evenredig met de waarschijnlijkheid dat het uit van beide spelers zou winnen. Dat is een goed idee, maar ik heb allemaal geen waarschijnlijkheidsrekening, dus dat moest echt ter plekke in die vervoersing bedacht worden. Ieder probleem was vanuit publieke context bekeken relatief. Combinatorisch probleem. En het is in die context dat Pascal met zijn rekenkundige driehoek en die we nog altijd kennen als de driehoek van Pascal een oplossing van de volgende uitdrukking. Wat misschien ook relevant is om in deze vraag op te merken, is dat het met denken niet over puur waarschijnlijkheid, maar waarschijnlijkheid gecombineerd met geldelijke inzet. Dus het was niet dat pure waarschijnlijkheid. Het had ook iets met het effect te maken, de inzet. Ik zei er een heel aantal mensen over, bijvoorbeeld pandemie, heb ik in het hoofdstuk wel kort samengevat. Maar ik wil weer een sprong maken naar het werk van mijn klas. Wat hij doet in 1812, is wetenschappelijk wiskundig werk schrijven, waarin hij tot een synthese komt van alles wat op dat moment bekend is over waarschijnlijkheidsrekening. En dat ook uitbreidt en daar een hele grote stap voor zit. Met name op één punt maakt hij een belangrijke vordering. Ik heb het daar ook bovenaan aangegeven. In 1763 is de zogenaamde stelling van Beuys gepubliceerd. Dat was wat we nu met de stelling van Beuys noemen. Vandaag heb je gezien was dat het speciaal geval. Een persoon Beuys heeft inderdaad een eerste instantie en gewoon op zijn naam staan en op de stuwe principe. Nu, Laplace kwam in zijn werk tot een soort ontdekking van dat principe. En vooral gemeen dat. Bovendien deed hij nog iets belangrijks, en dat was twee jaar later een populariserend werk schrijven over waarschijnlijkheidsrekening. Dat is een latere uitgave, maar dus in 1814 publiceerde hij zijn bekende essay. Hij vond dat ook belangrijk om te doen, om waarschijnlijkheid bekender te maken en niet alleen met formules uit te leggen van
you bought a house for it, or you have left a home for it. That's the bird you want to do with this. That's the fruit of the wood, and you're buying a home and stuff to buy it. Can I look to go on the phone with you? Well, I've got to the phone with you if you've left it before. In one of you, I'll tell you, so when I'm in front of all that, I'll be in the wrong type of book this year. Plus, I'll tell you, when the tower is up to go to the wall, you're documenting all of the video there. And I will end to all of you more here. Thank you.
sell the betekent zijn. Als het vast is, betekent negatief in een richting. En nogthans worden ze in de leugen betekent zijn. Maar die twee groepen, dus probabiliteit versus kans, wijzen erop op twee kansen in de waarschijnlijkheid die een andere kant op lijken te wijzen. En hier is het werk van Inrikking heel erg inzichtgevend. Wat hij zei, waarschijnlijkheid is eigenlijk een begrip met een pianoscoop. Het kijkt twee kanten uit. Je gaat dan de ene kant in. Daar komt je gerichte kant die de wereld in kijkt. Van die dobbelstenen, het gooien van die mond lijkt te beschrijven. Ik heb ook daar het hoofdstuk consequent het woord kans voor, dus de objectieve kans. Het idee dat we iets aan het meten zijn dat echt in de fysische wereld aanwezig is. En de andere kant is naar binnen gericht. Iets subjectief. Misschien iets waar we intersubjectief overheen kunnen komen, dus op een rationele manier. We doen elkaar ook epistemisch. Iets dat met onze kennis te maken heeft. En niet noodzakelijk met hoe je wereld er te maken zit. En de structuur die woorden die verwijzen naar evidentie, staving van bewijs, die verwijzen naar de rechtbank die de sociale kant kan meemaken. Dus nu hebben we twee mogelijke interpretaties van waarschijnlijkheid: als graad van overtuiging, ofwel een rationele graad van overtuiging, of objectieve kansen. Tijdens het natuurlijk zoals wel vaak het geval. Door in te wikkelen, want we kunnen op die schaal, we kunnen daar misschien ook beter van de consensus komen. In welk specifiek geval gaat er meer of minder subjectieve elementen hebben. Nu, ik heb hier nog een stukje uit het werk van Laplace. Wat misschien beter is, staat niet op de dia, en ik kan het niet voorlezen, ik kan jullie vertellen wat er staat. Dit is het fragment waar Laplace zijn. Wat we nu de demon van Laplace noemen beschrijft, hij spreekt eigenlijk gewoon over een intelligentie. Nou, wat je hier moet weten is dat Laplace in zijn eigen werk zeer vertrouwd is met de Newtoniaanse mechanica. Hij koste dat toen met de hemelmechanica. En vanuit die fysica had hij een heel deterministisch wereldbeeld. Hij dacht, als je dus van alle materiële deeltjes in het heelal zou weten wat hun positie is, de snelheid is. En zo je, dus de laag is een verzetting met de wetten van Newton, alle toekomstige configuraties kunnen voorspellen, zou ook het verleden met zekerheid kunnen reconstrueren. En dit schrijft een man die niet één, maar twee belangrijke boeken over waarschijnlijkheid geschreven. Dat is eigenlijk heel vreemd, want hij zegt, heb je fysisch gezien, ligt het allemaal vast. Als je het allemaal zou weten, dan hoeven we een goede rekencapaciteit te hebben om die extrapolatie te doen. Dan ligt de toekomst met zekerheid vast. Maar gezien de vorige slide, is er een andere optie voor zijn interpretatie van waarschijnlijkheid. En dat is de subjectieve kant. En inderdaad, dat is hoe wij waarschijnlijkheid denken te zien. Niet als iets dat de wereld op de beste mogelijke beschrijft, want dat is wat niemand doet met intellect. Maar iets waar we wel toe gedwongen zijn, omdat we die perfecte kennis niet hebben en omdat we de rekencapaciteit niet hebben. Dus ook hier geldt dat citaat van een andere auteur die ik al vermeldde: probability is the very bad of faith. Voor ons niet de helemaal van een punt. Die duidelijk bedoeld is om tegemoet te komen aan die objectieve kant van waarschijnlijkheid, is de frequentie-interpretatie. Misschien ben je nu in de war en denk je van ja, wat is dat nu waarschijnlijkheid in ons hoofd? Waarschijnlijkheid had toch iets te maken met experimenten. Met dingen vervallen en dan tellen hoeveel keer een bepaalde uitkomst gerealiseerd wordt ten opzichte van het totale aantal. Trouwens, dat pas zelf heeft ook een definitie in die richting gaat. Hoe zit dat dan? We kunnen bij John Fenke iemand vinden die heel duidelijk waarschijnlijkheid op een empirische, dus meetbare manier definiëren.
Wat waarschijnlijkheid betekent, ik kan in de wiskunde maar hoe we dat gebruiken om het dan te
Gebeurtenissen betekent dat dit gebeurt en dat tegelijkertijd ook
Thank you.
zo van La Place. Het is eigenlijk wat de formules die we gaan uitdrukken, hoe het uitzonderlijk is dat de gebeurtenis, hoe beter het bewijs is. Nu, wat is een uitzonderlijke gebeurtenis? Dat is een hypothese die een kleine waarschijnlijkheid heeft. Wat is sterk bewijs? Dat is evidentie die gegeven die hypothese inderdaad doet. En dan kunnen we de waarschijnlijkheid van hypothese geven in evidentie. Ik weet uit ervaring dat het niet altijd makkelijk is om die formule te doorzien. En het dan in ieder geval misschien aan de toepassing dat het iets zo wat voor mij vooral belangrijk is, is dat deze basisregels zinvol zijn. Toepassing zijn, ik ga niet. Of je nu met waarschijnlijkheid bedoelt, limieten van relatieve frequenties, eenheid, objectief dat je kan meten, of dat je bedoelt die rationele of subjectieve gelden methode. Dus hier is eigenlijk geen debat over. Dit deel van de theorie is eigenlijk iedereen het eens, ongeacht wat van de interpretatie van waarschijnlijkheid. Ik vind het best een bijzondere vaststelling. Nu, het wil niet zeggen dat er geen discussie is. Waar wel discussie over is, is hoe we dit nu moeten veralgemenen naar het ondenkbare geval. Nabokov voegt daar een axioma voor toe en vertelt ons wat hij denkt dat de juiste conclusie is. Daar is wel een debat over. Dat kan niet in alle interpretaties zinvol zijn. Misschien kunnen we dan een andere invulling geven voor dit vierde axioma. En dan kan je natuurlijk ook bij de eerste stap die voor de basisregels kwam afvragen. Is er echt wat we met gebeurtenissen moeten doen, verzamelingen? Dat zijn ook andere psychomethoden. En dan de derde, dat is hier waar ik nog één jaar over heb, waar ik nog één zin over wil zeggen, is ja, wat is nu belangrijk voor de verschillende interpretaties? De neo-Bayesianen stellen de stelling van Bayes gelijk centraal. Dus kan je zien, is de stelling van Bayes niet controversieel. Iedereen gebruikt het. Maar als je waarschijnlijkheid interpreteert als het gaat van een vertuiging, dan krijgt het wel een extra betekenis te stellen. Wat de neo-Bayesianen zeggen is, als je nu informatie krijgt, dan moet je alle vorige graden van een vertuiging herzien. Er zijn inderdaad waarschijnlijkheden toegekend aan alle relevante hypotheses. Je krijgt geen formules hier, dus evidentie niet. Nu moet je nieuwe waarschijnlijkheden geven aan de hypotheses, die gelijk zijn aan de oude waarschijnlijkheden van de hypothese, maar nu geconditionaliseerd met die evidentie. En daar zit dat dynamische aspect. De kans is een stuk groter geworden. Eigenlijk zou ik beter zijn om te zeggen, onze rationele graad van overtuiging is groter geworden, gegeven die nieuwe evidentie. En dit wordt de regel van Bayesian. Dus de stelling van Bayes is een deel van het wiskundige formalisme. Daar is geen discussie over. Maar het idee dat je dat eigenlijk bij jezelf betrekt, of op je idealiseerde rationele agent, dat is de regel van Bayes. En dat geeft dus een soort dynamiek aan de waarschijnlijkheid. Ja, dat zou het element verhaal kunnen zijn als we dat allemaal altijd toepassen, dan dat zou prima zijn. Maar in ieder geval van die basisregels worden systematisch geschonden als we proberen op buikgevoel voor waarschijnlijkheid te gaan omgaan. Dus een van de vaststellingen is dat, hoewel die basisregels op zich heel erg te begrijpen zijn, dat we soms toch lijken te denken dat we dat niet nodig hebben, of er gewoon niet opkomen van door die denkstap die hebben dat we dat niet altijd als een methode te zien. En daardoor foute conclusies trekken. Een ander psychologisch aspect dat ik wil belichten is de combinatie met toevang. En ik wil het niet algemeen maken, ik wil misschien nog meer een citaat te gebruiken. Dus ik had een beschouwing gevonden van Gerrit Krom, die over toeval gaat. En die een aantal andere dingen die kon hij zeggen, mooi gezegd. Bestaat toeval? Als je die vraag op jezelf betrekt, heb je meteen een duidelijk inzicht in de complexiteit te komen. Waar iedere mens die nadenkt zich elke dag over verbazen kan, is dat het bestaat. En dat het nog toevallig is ook, kan dat net zo goed een ander kunnen zijn.
Zaken betekent dat er waarschijnlijk een soort steekproef van 18 personen zou
Thank you.
Ik kan er heel eerlijk over zijn. We hadden geen idee van wie we in dienst hadden. Geen enkel idee. Dat is ook de reden dat ik contact heb gezocht met het Bethesda ziekenhuis. Het ziekenhuis waar ze hiervoor werkte. En daar bleken dezelfde verhalen rond te gaan als hier. Altijd alles zelf willen doen. Arrogant op zichzelf. Ik heb ook cijfers gekregen van het vorige ziekenhuis. Op geriatrie had ze daar 17 reanimaties en sterfgevallen. En als je dat optelt bij de gevallen waar ze hiermee betrokken was. Het kan geen toeval zijn. Statistisch, hè? De kans dat dit gebeurt bij één en dezelfde verpleegkundige is 1 op de 700 miljoen. Zegt dat hij inmiddels
specifieke hypotheses. Bijvoorbeeld die moorden en die moordtongen. Dus dat zijn niet zomaar twee hypotheses die samen de volledige mogelijkheden bedenken. Het zijn vaak specifieke hypotheses. Dus dat zien we. Ten tweede kunnen we de stelling van Bayes in te vullen voor een hypothese en dat door elkaar te delen, eigenlijk een goed zicht krijgen op wat de taak is volgens, of dat volgens Chems van deskundigen. Volgens hem moet je eigenlijk deze informatie hebben. Dus de waarschijnlijkheid dat zo'n samenvalling gebeurt, gegeven dat dat een persoon is geweest, die waarschijnlijkheid is dat niet daar te sprake gekomen bij de zelfvolgende probleem. Maar er moet eigenlijk ook iets gezegd worden voor deze waarschijnlijkheid. Dat het wel gedaan heeft gegeven in de wat ook heel belangrijk is, want uit het oog is gekomen in deze zaak, is de prevalentie. Hoeveel seriemoordenaars zijn zo gemiddeld ongeveer? Vermoedelijk is dat een heel lage waarschijnlijkheid. Als die prevalentie zo laag is, moet je dus hele sterke bewijzen hebben van een reden door de samenvatting van woorden van de stelling van Bayes. Om alsnog het tegendeel te bewijzen. Achteraf bleek in twee gevallen technisch bewust te zijn. Achteraf is het bleek dat niet te kunnen analyseren, maar zo sterk was dat bewijs niet. Maar voor de rest was er alleen maar een statistisch argument dat onvolledig was, want het ging alleen over deze factor. Overigens liep niet alle Bayesianen het over eens dat de taak van de deskundigen zich tot een partie gedeelte. Tot die likelihood beperkt. En sommigen zeggen, we moeten de rechter er misschien ook op wijzen dat hij of zij rekening moet houden met die prevalentie. En dat het zijn afwachting is om hier uitspraak over te doen op basis van die andere voorwaarden voor waarschijnlijkheid te behandelen. Nu, ik heb voor mezelf dus alle valkuilen die verschillende auteurs in deze zaak gevonden hebben opgelist. Het getal zelf is ook uitgebreid bekritiseerd, uiteraard, maar ik denk dat dat minder relevant is om hier te bespreken. Maar ik heb een hele lijst genomen met de missen. Maar ik neem de meeste dingen heb ik al verwerkt. De sharpshooter fallacy. Men vond de dingen verdacht nadat er die ene zeer verdachte omstandigheden waren. Dus wat wel of niet evidentie is. En dat is ook niet alleen maar objectief te bepalen, daar kan ook al enig in zijn. Ik heb gekeken naar van rechtvaardigheden, maar die is achteraf gekozen zodanig dat de concentratie aan gebeurtenissen heel hoog was. Iemand anders heeft later opgemerkt: van kijk eens naar de totale sterfgevallen van het ziekenhuis en het bureau dat deze verpleegster werkte. En het bleek dat er in totaal, ik denk, 6 sterfgevallen waren, terwijl de even lange periode dat ze goed werkt, waren nog 7 sterfgevallen. Totale cijfers, maar ik totaal niet dat daar een seriemoordenaar actief was. Hè. Dus ook dat met de evidentie, wat is die E die ik daar hoor in die formule invul? Dat is ook niet iets dat volledig neutraal en objectief neemt. Natuurlijk is het grote probleem met deze zaak geweest dat idee dat in de hoofden leefde, het kan geen toeval zijn. Maar dat is gewoon ontwachting. Dat is de wet van de waterkant. Toevallige dingen. Dingen die bijvoorbeeld onwaarschijnlijk lijken, gebeuren voortdurend. En als je heel veel nog bezig bent met allemaal een dienstrooster, gaan daar atypische aantallen bijvoorbeeld reanimatieproblemen in zitten. Dat weet je met zekerheid, bijvoorbeeld. Nu ja, natuurlijk de terugreden van de aanklager, het omkeren van voorwaardelijke waarschijnlijkheden, heeft hier wellicht ook een rol gespeeld. En wat daarmee samenhangt, is het niet in rekening brengen van de prevalentie, dat het überhaupt een waarschijnlijke zin of verpleegster heeft gedaan. Waardoor dus die nogmaals op zijn tekst van het pas, volgens mij de belangrijkste waarschuwing is die hier genoemd wordt. Iemand die ik niet vermeld heb in het historisch overzicht is Leibniz, en ook iemand die over waarschijnlijkheid nadacht in de context van rechtspraak en die een grote hoop had. Als we dat dus alle kleine waarschijnlijkheden, dat we ook gewoon kunnen berekenen wat de bewijskracht is van verschillende partijen. Nochtans lijkt het er niet helemaal op dat we die
gerealiseerd zijn. Ik vond in 2011 een bericht uit het Verenigd Koninkrijk van een rechter een bepaalde zaak had genoemd dat die stelling van Bums de jury verwachtte en dat die niet meer gebruikt mocht worden. Terwijl ik net denk dat, zoals de Marjan Schemmelzer probeert te argumenteren, dat daar een oplossing ligt. Als we helder krijgen welke factoren allemaal moeten meewegen, dat we wel op een rationele manier moeten ingrijpen om te beschermen. We vragen ons vaak af wat is de kans dat je gebeurt. Maar hoe die intuïtie van die propensity is zoiets als de kans dat je gebeurd is. Ook in de zaak volgens jou de bereiking tussen een van de latere zaken wanneer dat het herhoofd werd, werd vooral de minister in Nederlands, iemand die plaatsrekening doet en de grondstijl geïnteresseerd is, wel als expert opgeroepen. En de rechter vroeg hem, maar vertel mij dan, dus u argumenteert dat hij waarschijnlijk het zoals in het originele aspect, de originele zaak gepresenteerd, niet correct is. Vertel mij dan, wat is de kans dan wel? En de meeste antwoorden, ja, maar er is niet zoiets als de kans. Maar de rechter vroeg hem aan, ja, zeg ons gewoon, wat is de kans? Dat is een ongemakkelijke waarheid, dat er niet zoiets zou zijn als de kans, maar ik denk dat hij gelijk had. Maar ik denk niet dat het daar helemaal zo is gevallen, dat elke waarschijnlijkheid afhangt van het model dat je maakt. Wat is de evidentie in dit geval? Nadat iemand al gedaan is, is het niet meer mogelijk om op een neutrale manier naar de gegevens te kijken. Welke mogelijkheden heb je bijvoorbeeld? Wat zijn de twee hypotheses? Is het een enkele hypothese? Al die dingen spelen een rol en hebben een invloed op de waarschijnlijkheid. Dus ook de zogenaamde absolute of onvoorwaardelijke waarschijnlijkheden hangen mede af van vaak stilzwijgend van dat soort inhouds. Er bestaat niet zoiets als waarschijnlijkheidsmeter, we kunnen frequenties meten. In heel veel vakgebieden doen we metingen die relevant zijn voor de waarschijnlijkheid, dat ga ik niet ontkennen. Ik wil niet zeggen, het is allemaal relatief en